Dames en heren, jongens en meisjes, welkom terug bij deze nieuwe video van F1 23 My Team Career Mode. Mijn naam is Gian-Hans Schraven en vandaag zijn we verder voor aflevering nummer 59 hier in Italië. Heb je die vorige video gemist in Nederland, zou ik eerst even terugkijken voordat je deze dus gaat zien. Dat kan recht goed het i'tje, klik erop en zijn die aflevering verschijnen. Helaas heeft het even 2 weken geduurd voordat er weer een video online kwam. Ik heb wat problemen met mijn laptop. De USB 3.0 poort lijkt het te gaan begeven. Dus ja, soms doet de capture card het en soms doet hij het niet. Excuses daarvoor. Maar goed, Leiden dik het klassement. 70 punten verschil naar de nummer 2. Max Verstappen is dat dus. En ja, ben je nog niet geabonneerd op mijn gamekanaal? Gewoon even doen. Abonneer vooral voor meer wekelijkse, hopelijk, My Team Career Mode content. Elke zaterdag en zondag. Een video, dat is normaal het schema. Maar ja, ik heb het druk met werk. Dus probeer minimaal 1 video te uploaden. Kan op de zaterdag, kan op de zondag zijn. Gewoon in het weekend. Tijd is gewoon standaard 1 uur. Dus schakel gelijk dat belletje aan. Zodat er geen enkele reden voor mij mist. En volg mij ook even op de sociale media. Mijn gebruikersnaam is dan in de beschrijving. Ik heb voor de rest niet te veel meer te zeggen. Kunnen helaas ook niks meer dingen updaten en upgraden. Dus ja, de auto is zoals die is. En is het op naar de kwalificatie. En kijken wat we dus kunnen gaan doen. Daar gaan we dan. Dan zijn we aanbeland bij Q1. Kijken of ik kan doorkomen naar Q2. Auto is snel genoeg voor dit circuit met de DRS dus geopend. De DRS op standje 2. En topsnelheid is volgens mij 362 km per uur. Eerste ronde in Q1. Zit er zo meteen op. Kijken of we ook bij dat ene ronde kunnen behouden. Dat we door kunnen komen naar Q2 met 1 ronde in Q1. En ik noteer even de snelste tijd. Jazeker. Goed gedaan. Prima ronde. Door naar Q2. Als Carlos Sainz daar mooi ons een hele kleine toe geeft. Voor de slipstream en de topsnelheid. Eerste bocht verloopt goed. Tweede bocht verloopt ook goed. Kom maar beter. Wat lichte grindkorrels geraakt op de exit. Het groen in sector 1. Aanbeland bij het einde van mijn eerste ronde in Q2. Dat betekent een tweede tijd. Achter Max Verstappen en terwijl de controller het ermee begeeft. Kan nogal vaker gebeuren in deze aflevering. Maar dat betekent dat we wel door zijn naar Q3. En kijken of ik het ook kan waarmaken door naar de pole position te gaan. En nog ongeveer 9 minuten op de klok. Walking is op het circuit gekomen, de zon is wat gezakt. Met groen in sector 1. Aanbeland bij het einde van mijn eerste ronde in Q3. Gaan we een beetje te wijd in die laatste bocht. En dat betekent de snelste tijd, jazeker. Goed gedaan, prima ronde. Q3 zit er alweer bijna op. Nog ongeveer 4 minuten en 30 seconden op de klok. Als ik ga kijken voor een verbetering. Want we zijn op dit moment doorverwezen naar een vierde tijd. We stappen naar P2. Dat verloopt heel erg goed. We zijn een paar duizendsten sneller dan onze eigen eerste tijd. Met paars in sector 1 en 2. Nog ongeveer 3 minuten en 20 seconden op de klok. Nog altijd een P4. Max op P2. Perez op P3. Volgens mij rijdt Piastri of Norris op pole position. Dat betekent dat ik de ronde afsluit met voorlopig pole position. Goed gedaan, maar
Dan zijn Oscar Piastri en Yuki Tsunoda, die voor McLaren rijden. Ik dacht dat Lando Norris was volgens mij. Ja, die zijn dus sneller gegaan. Max is ook sneller gegaan. Wij dus naar een P3. Maar goed, dat is geen probleem. Dat betekent dat we een uitstekende uitgangspositie hebben voor de start. En kijken wat we dus kunnen gaan doen voor aflevering nummer 59. Daar gaan we dan. The third permanent circuit built anywhere on Earth. Monza has always been special. Now it's been providing motor racing memories for a century. Welcome to the Italian Grand Prix. It's raining out there. 3.6 miles of Monza circuit will therefore be pretty tricky in these low grip conditions. We've got the Parabolica, or as it's now known, the Curva Alboreto. It's going to put the drivers to the test. Let's run you through the driver grid order for today's exciting race. Oscar Piastri lines up on pole position, and Yuki Tsunoda completes the front row. As we continue through the rest of the grid today, we have Verstappen, the Professor, Sainz, Gasly, Perez, Russell, Leclerc, Drugovich, Teo Porcher, Richard Vasseur, Doohan, Sargeant, Albon, Bottas, Stroll, Liam Lawson, Norris, De Vries, Magnussen, and Dennis Hauger. Now, it's almost time for lights out, so let's go down to the track. And here, of course, is Anthony Davidson. Let's talk about the Professor. What do you make of their performance so far this season? It's been a really solid year so far. There have been some incredible standout performances, but what's really impressed me has been the consistency. With this kind of form, I'm expecting another great race today. Nou, kijken wat we dus kunnen gaan doen in deze grote prijs. En zeer benieuwd waar ook Max Verstappen zal gaan eindigen in deze wedstrijd. We trekken dus vanaf een vierde positie op de startgrid. Met op pole position Oscar Piastri. Yuki Tsunoda op P2, wij dus op P3 en 4. En kijken wat we dus kunnen gaan doen. Remmen en banden op temperatuur zien te brengen, zegt de ingenieur, wat we eigenlijk al lang weten. Dan gaan we kijken of we ook goed weg kunnen komen bij de start. Rijden op de intermediates. Natte baan op het circuit. Kijken of dat ook nog droog gaat worden in de verloop van de tijd. Maar eerst zometeen goed in de gridslot zien te komen. En ook kijken hoe goed de start is. Hoe goed de start is. Prima in onze positie terechtgekomen. 0,4 meter er vanaf. Is het wachten totdat de laatste auto bij zijn positie is aanbeland. En dan gaan we gewoon beginnen voor aflevering nummer 59 hier in Italië. Op P4 in de regen voor ons. Piastri, Tsunoda en Max Verstappen. De lampen gaan aan voor de grote prijs. En ze gaan uit en we zijn onderweg. En Max is goed weg. Maar wordt daar ingesloten door Piastri. Kan daar nergens naartoe en wij profiteren daarvan. Tsunoda verdedigt al gelijk die binnenkant. Dat betekent dat de weg vrij is voor mijzelf. En wij pakken de leiding af. Jazeker, goed gedaan. Prima start voor ons gele vlag in sector 1. Maar het is geen probleem. Tsunoda kan wel volgen. Gat is nu inmiddels 3/10. Een uitstekende start in de grote prijs. Verstappen verliest plekken aan onder andere George Russell en Pierre Gasly. En wij komen heel huis door bocht 1 heen. Goed gedaan. Prima start. Zitten we inmiddels in de vijfde ronde van de race. Waarom? Er is niet zoveel gebeurd. We rijden gewoon weg van Piastri. Het gat bedraagt al 4,7 seconden. Geen idee waar Verstappen rijdt trouwens. En dan gaan we ronde nummer 6 alweer in. Met het snelste race ronde, jazeker. 1:26.750. We
Regen is al opgehouden, zie ik. Baan is nu alleen nog maar nat. Moet dus droog gereden worden door ons. En met ons bedoel ik mijzelf, Verstappen en de rest van het veld. Nog niemand uitgevallen in deze race. Dus dat is goed om te zien. En we laten groen in sector 1 noteren. Goed gedaan. Gat naar Piastri is nog steeds ongeveer 8,1 seconden. Is in gevecht met Yuki Tsunoda voor P2. Wij maken ook niet zoveel gebruik van de ERS, zie ik. Maar heel af en toe gaat de knop aan. Banden zien er nog goed uit. Geen problemen met de motor. Dus dat is ook goed te zien. Dus ik verwacht eigenlijk wel dat we deze race gaan winnen op dominante wijze. Klein momentje corrigeren op de exit van die bocht. Maar goed, dat is geen probleem. En is het inmiddels ronde nummer 12. Als de baan nog alleen maar nat is. Regen is er helemaal mee gestopt. En dan zitten we nu in de 13e ronde van de race. Met rood in sector 1, 2 en 3. Jack Doohan is uitgevallen in de race. En de virtual safety car is op de baan geroepen. Maar goed, dat is voor ons geen probleem. Want dat gat naar Piastri is inmiddels ongeveer 20 seconden. Dus we zouden in principe naar binnen kunnen komen. En dan verwacht ik dat wij op P2 terugkomen. Want Tsunoda, daar zitten we wel veilig mee. Kunnen we weer verder racen in ronde nummer 13. Gat naar Piastri is nu 22,7 seconden. En ik heb besluit om gewoon nog door te rijden op de intermediates in ronde nummer 14. Nog 5 rondes te gaan in de race. Waar rijdt Verstappen? Geen flauw idee. Volgens mij rijdt Verstappen achter Gasly voor P6. En paars in sector 1. En in de 16e ronde van de race besluit ik om naar binnen te luiken voor de droogweerbanden. De baan is helemaal droog. Geen regen meer op het circuit. Ben benieuwd wat de rest van het veld doen. Gaan hun mee? Of rijden zij de race hierop uit? In ieder geval een prima pitstop, 2,3 seconden. En komen we voor of achter Tsunoda terecht? Dat is de vraag. Wel achter Piastri, maar voor Yuki Tsunoda. Max rijdt op P5. En met nog 3 rondes te gaan, moeten wij Piastri zien in te halen. Maar dat gaat denk ik wel goed, want we rijden nu op de zachte band. Droogweerbanden zijn eronder geschroefd, want de baan is gewoon kurk en kurk droog. Piastri had gewoon naar binnen moeten duiken. Hetzelfde geldt voor Tsunoda. Max rijdt ook gewoon door op die inters. En remmen Piastri gewoon helemaal uit. Zit er nu al bij de staart van Piastri. Verdedigt hier die binnenkant. We kijken dus naar de buitenkant. En dat is weer de leiding veroverd. Prima inhaalactie. Nu is het wegrijden van de Australiër. En deze race op onze naam schrijven. Max nog steeds op P5. We hebben nu al een gat van ruim een seconde geslagen. En dan zitten we in de laatste ronde van de race. En laten wij ook de snelste race ronde noteren met een 1.20.9. Daar duiken ook mensen naar binnen voor de droogweerbanden. Onder andere, volgens mij is dat Kevin Magnussen. Wordt op een ronde gezet door ons. Hetzelfde geldt daar denk ik ook voor Valtteri Bottas. Of is dat Yuki Tsun? Nee, dat is... Ik heb even niet gekeken wie het was. Volgens mij was het Guan Yuzhou. Want Tsunoda rijdt voor McLaren. Max op P4 heeft Gasly ingehaald. Maar de vraag is, kan hij Tsunoda nog inhalen voor het podium? Wij zijn inmiddels helemaal weggereden van de rest van het veld. Door als enige naar binnen te gaan voor de droogweerbanden. De rest rijdt allemaal op intermediates. En wij weer met paars in sector 2 gaan dat snelste race ronde verbeteren.
betekent dat ik weer een stap dichter naar de wereldtitel ga zetten, omdat Max niet op het podium eindigt. Wij pakken 26 punten individueel. Max pakt de 12. En ja, een dominante race in Italië. Uitstekend gedaan. En is het op naar de volgende wedstrijd. Oh, superb driving. That is the race win, my friend. Well done. And with that, we wrap up another incredible Grand Prix weekend. What do you think it was, Ant, that gave them the edge over the competition today? I feel like consistency was probably the key today. There's being quick, and then there's being quick lap after lap after lap. If you can do that, you can capitalize on other people's errors without making many of your own. And that's an approach that can push you a long way up the field. Welcome then to the podium, our top three drivers. What a great effort from them today in a very difficult race. De uitslag van de grote race van Italië. Ik pak dus de raceoverwinning met het snelste raceronderpunt. Goed gedaan. We stappen op P4. Jammer. Piastri naar P2. Tsunoda 3. Gasly dus 5. Perez 6. Norris 7. Theo Pourchaire P8. George Russell P9. En Charles Leclerc pakt het laatste punt. 84 punten verschil. Goed gedaan. Prima voorsprong op Max. En het gat naar McLaren bedraagt nog steeds ongeveer 290 punten. Dus dat zit wel goed. En één uitvaller, Jack Doohan. 0 punten eigenlijk, want ja, hij is al niet gefinished. Maar goed, wat ik wil zeggen is een uitvalbeurt voor hem. Dat is jammer. Het team McLaren is wel goed, zo te zien. Dan is het op naar de doelen van de sponsoren. 1 doel niet behaald. Geen pole position gepakt, dus $1,98 miljoen erbij. Max heeft helaas $10.000 misgelopen, dus $115.000 daarvan erbij. In totaal $29,28 miljoen, dus ongeveer $30 miljoen op de bank. Hebben we goed gedaan. Mooi, topwerk. Kunnen we Max weer gaan verlengen voor volgend seizoen. Maar goed, ik ga deze video afronden, mensen. Ik hoop dat je genoten van deze grote prijs. Heb je genoten, beloond dan zeker met een like. Heb je niet genoten, dislike de aflevering dan. En vertel me ook waarom jij niet leuk vond. Het is nu op mijn gamekanaal. Abonneer voor meer werklessen, My Team, Kremlin content. Ik hoop weer zaterdag en zondag te kunnen uploaden. Ik heb het een beetje druk met werk. En af en toe, ja, de laptop gaat niet meer zo lekker. USB-poorten kunnen wat mankementen hebben. Daardoor kan er zijn dat er af en toe geen video online komt. Dus ja, excuses daarvoor. Maar goed, normaal gesproken komt er gewoon iedere week een video online. Voornamelijk in het weekend. Dus gewoon een belletje aanzetten, dan mis je geen enkele video meer. En volg me even op de sociale media. Mijn gebruikersnamen staan in de beschrijving. Dit was het journaal, mensen. Tot de volgende keer bij een nieuwe video op mijn kanaal. Verder met meer Formule 1 content. Tot de volgende keer.